het managementteam van de commissie ter realisatie van het grondrechtenvraagstuk in Suriname heeft een info-uitwisseling gehad met de voorzitter van de Nationale Assemblée, dat is mevrouw Jenny Simons. We hebben dus wat indrukken voor u vastgelegd van deze samenkomst, maar we hebben ook nog van mevrouw Simons zelf en voorzitter Misijan van het managementteam wat informatie gehad over het doel van deze samenkomst. We hebben geluisterd naar de mensen. We zijn blij dat de commissie werkt, het managementteam werkt. En we hebben bijgedragen, ik heb als voorzitter namens DNA bijgedragen, het proces wat we eigenlijk ook in DNA tot nu toe hebben gevolgd om ons te buigen over dit vraagstuk en aanverwante vraagstukken. Waarbij we dus hopen, we hebben de hoop uitgesproken, dat na het proces dat dit managementteam, de commissie doet, met hun commissies doet, dat er gekeken wordt naar de volgende stap, waarbij inderdaad het bestuurlijke proces ook in het binnenland, maar in heel Suriname, ter hand wordt genomen en dat we uiteindelijk komen tot lokale besturen. Het doel van deze meeting is dat we als managementteam en die drie ingestelde commissie om uitvoering te geven aan stappenplan, grondrechten, praten met maatschappelijke groepen en met organisatie en ook met DNA om te zien wat voor zeg maar bijdrage we voor die organisatie kunnen krijgen. Om zeg maar het traject om te komen tot wet voorstellen voor de oplossing van het grondrechtenvraagstuk kunnen krijgen van die organisatie. We hebben de uitgangspunten, de gedachtevorming en ideeën van de voorzitter van DNA gehad. En die gaan we meenemen in ons, zeg maar in ons werk. We hebben ook gevraagd dat we vaag met DNA in overleg treden om te zien wat we kunnen doen om zo gedegen mogelijk en voor zeg maar, beide partijen, zowel de overheid als de belanghebbenden, als zeg maar, de totale bevolking van Suriname, voor alle partijen acceptabele wetgeving kunnen krijgen. Die moet resulteren in de oplossing van het grondrechtenvraagstuk. Zaterdag aanstaande, 15 juni, hebben wij een meeting met zeg maar, alle relevante organisaties van zowel de tribale als de inheemse om ook hun input en feedback te krijgen. Hoe zij denken over de oplossing van het grondrechtenvraagstuk. En dus alle daarna hebben we ook, maar die datum moet ook nog vastgesteld worden, dat we een workshop of seminar gaan hebben met alle relevante organisaties en personen in Suriname om ook hun feedback en input te krijgen. Het doel is dus om een breed gedragen product te genereren? Ja, sowieso is een vraagstuk die Suriname regardeert. Dus we willen de input en feedback van alle Surinamers, alle Surinaamse organisaties en instituten.